Het zendpark werd gebruikt door de toenmalige Wereldomroep. Defensie kocht het in 2012 en wil het nu gebruiken voor communicatie over lange afstanden. Bijvoorbeeld om contact te zoeken met schepen en missiegebieden over de hele wereld. Communicatie is een belangrijk middel om je bemanning aan boord te bereiken. We gebruiken daar primair satellietcommunicatie voor en secundair radiocommunicatie. Radiocommunicatie is onmisbaar om mensen goed en tijdig te bereiken. Om het zendstation gereed te maken vinden er de aankomende tijd veel werkzaamheden plaats. Zo worden bestaande antennemasten ontmanteld en wordt er een warmtewisselaar voor de zenders in de bodem aangebracht. Ook wordt het pand verbouwd omdat het in slechte conditie is. De werkzaamheden zullen voor overlast zorgen. Dat betekent dat direct omwonenden meer bouwverkeer zullen ontmoeten de komende jaren. We gaan de antennes die er nu staan, die gaan we slopen. En dat betekent dat er grote kranen komen. De allergrootste kranen die we in Nederland kunnen bedenken, kunnen vinden, die hebben we hiervoor ingeschakeld. Het gaat met name om de hoogte van die 130 meter. En dat betekent dat die geknipt worden. En dat betekent dat die opgedeeld worden in kleine delen. En dat zal ongeluid wat geluidsoverlast verzorgen. Verder heeft Defensie met het windpark afgesproken dat er geen nieuwe windmolens komen in de buurt van het zendstation. In 2019 wordt de nieuwe zendapparatuur in het gebouw geplaatst. Na de ingebruikname van het station wordt het gebouw 24 uur per dag bewaakt. Er komen ongeveer 12 technici te werken. En als het gaat om de effecten van dit soort stations op de gezondheid? Ik verwacht daar geen enkel effect van. In de zin van de Wereldomroep die zond uit met 500 kilowatt. Dat is een behoorlijk vermogen. Wij zenden uit met 10 kilowatt. En dat betekent dat ik geen echte effecten verwacht op de gezondheid. Vanaf medio 2020 is het zendstation klaar voor gebruik.